De telecommunicatieautoriteit TAST heeft in de periode december 2022 tot en met maart 2023 een ICT-huishoudensonderzoek verricht in 9 van de 10 districten. Volgens Ferry Hira, Research and Marketing Advisor, heeft de TAS als lid van de International Telecommunication Union, ITU, de verplichting om up-to-date statistieken te sturen over de ICT-gerelateerde zaken in het land. Deze ICT-opdracht heeft te maken met het onderzoeken van het ICT-landschap in Suriname. Dat betekent, hoe zit het op dit moment voor wat betreft ICT-infrastructuur, hardware, maar ook het gebruik van deze hardware binnen huishoudens en ook de applicaties die daarbij worden gebruikt. We leven inmiddels al een hele poos in een digitaal tijdperk. Dus het is ook van eminent belang dat jij als land moet weten hoe het staat, wat de huidige situatie is, wat de huidige context is van het ICT-landschap. En om inzichten daarin te krijgen, is het belangrijk om dit soort onderzoeken toch wel redelijk structureel te doen. Dit onderzoek is gedaan om inzichten te verkrijgen in het gebruik van de huidige ICT-infrastructuur en applicaties binnen de huishoudens. Het eerste ICT-huishoudensonderzoek was in 2018 in 7 districten in de kustvlakte. Hira gaf een uitgebreide presentatie van de onderzoeksmethode en resultaten. Wendy Yapayou, directeur van de TAS, zegt dat ze ervan overtuigd is dat de resultaten van dit rapport interessante, maar vooral noodzakelijke inzichten zullen verschaffen met betrekking tot ICT-hardware, infrastructuur en het gebruik van ICT binnen de Surinaamse huishoudens. Een van de duidelijke taken van de telecommunicatieautoriteit is het bevorderen, faciliteren en stimuleren van betaalbaar en universele toegang tot telecommunicatie en ICT-netwerken, diensten, applicaties en het gebruik ervan voor sociaal-politieke, economische en duurzame groei en ontwikkeling in Suriname. Vanuit dit invalshoek is het belangrijk om meetmomenten te hebben waarbij data nauwkeurig wordt verzameld en geanalyseerd. Deze data kan gebruikt worden om voor de TAS en andere belanghebbenden de juiste richting te geven om de steeds veranderende ICT-technologieën professioneel en accuraat te transformeren en ontwikkelen. Zodat de samenleving er meer profijt van kan hebben en kan delen in de vele voordelen die deze technologische ontwikkelingen met zich meebrengen.